sta hier voor de Willaard, een voorbeeld volgens mij voor hoe je met oude gebouwen om kunt gaan in een modern jasje. En hier wordt er wel eens tegen mij gezegd, Willemijn, je moet je nu alvast inschrijven, wil je straks hier terecht kunnen. En dat klinkt natuurlijk grappig, maar eigenlijk is het triest. Daarom streef ik ernaar om meer woningen te bouwen die geschikt zijn voor ouderen, dus waar ze langer zelfstandig kunnen wonen, maar ook meer voorzieningen in hun eigen omgeving, van pinautomaat tot prikpost. Daarnaast moet er natuurlijk ook gebouwd worden voor de jeugd, zodat zij ook straks kunnen kiezen of ze hier willen wonen of langer in de eigen situatie. Stem daarom lijst 3 op 3 maart VVD. Hallo, ik ben Lopke Sels. De komende tijd wil ik me hard gaan maken voor de jeugd. Wij willen de jeugd een stabiele basis begeven waarin veel eigen verantwoordelijkheid, cultuur en ontspanning mogelijk is. De VVD, partij voor de hardwerkende Zundertenaar, die gaan voor hun eigen toekomst. Ik ben Lopke Sels, nummer 10, lijst 3. Kijk voor meer informatie op mijn weblog. VVD voor veiligheid, voor meer blauw op straat. Kinderen hebben niet alleen, maar zijn ook de toekomst. Onderwijs is daarom erg belangrijk. Op dit moment is een aantal schoolgebouwen in onze gemeente sterk verouderd. Ik wil er daarom voor zorgen dat er een gloednieuw schoolgebouw in Zundert neergezet wordt, waar kinderen niet alleen onderwijs kunnen volgen, maar na schooltijd ook kunnen leren en spelen. Ik ben Iris van Delden, nummer 3 op de VVD-lijst. De VVD heeft in deze bestuurlijke onroerige periode aangetoond haar verantwoordelijkheid te nemen. Onze wethouder heeft bijgedragen aan een stuk stabiliteit in de Zundertse politiek. Graag willen we uiteraard dit doorzetten de komende periode. Ik ben ook erg trots dat we een hele sterke kandidatenlijst hebben kunnen samenstellen, waarbij een mengeling tussen ervaring en nieuwkomers heel erg belangrijk is. Daarom vraag ik uw vertrouwen op 3 maart. Stem op de VVD. Wij rekenen op u, zeker nu. Van oudsher wordt er in Zundert veel gestemd op partijen met een christelijke grondslag. De christelijke normen en waarden worden door de VVD ook onderschreven. Echter, het afschaffen van de koopzondag gaat ons echt te ver. Stem daarom op 3 maart, lijst 3, de VVD. Zeker nu!